sociaal recreatiecentrum. Dus blijven we klimmuren. Gaan oprichten waar de mensen die dan zouden willen of die daarin geïnteresseerd zijn, zouden kunnen leren klimmen. Dus de eerste initiatieles. Ik zou zeggen mensen, dat is bouwen, dat is zeer voor die spectaculaire klim. Jimmy Rens en niet meer. Twee zaken, eerst over Theater Piep. Diegenen die van Boom zijn, die weten uiteraard welke ongelooflijke zaak Eddie Koek en Fons Kras hier in Boom uit de grond hebben gestampt. Begonnen in een oud schooltje, een kleuterschooltje, en een stuk dat nog hoorde bij het vroegere klooster van de nonnekes, is Fons en Eddie daarmee iets begonnen, waar nu eigenlijk heel Vlaanderen over spreekt. We mogen zeggen, een kindertheater met alles wat erbij hoort. Want als je daar komt, jullie zullen dat wel gezien hebben, dat ze daar niet alleen een schitterend theater kunnen hebben, een mini-theater, maar ook buiten, op de koer is de mogelijkheid om te spelen. Eigenlijk is dat alles. En het ministerie van Cultuur heeft dat sinds enkele jaren ook erkend, dat die twee mensen daar iets doen, dat eigenlijk zijn gelijk niet heeft in Vlaanderen. Want we mogen toch niet vergeten dat het voor beiden niet hun beroep is, dat het dus iets is waar zij gewoon vrijwillig aan begonnen zijn en met heel veel energie dus hebben doorgedreven. Dan ook iets vertellen over het stuk Linka, eigenlijk zo iemand van de Ruppenstreek, dat niks meer moet overtuigd worden, want iedere keer wanneer ze ergens een bloemlezing maken van de 10 prachtigste boeken die in onze taal zijn geschreven, dan staat Linka er iedere keer bij. Linka, u weet het allemaal, een boek dat gaat over een meisje, haar eerste dag dat ze gaat werken op de steenbakkerijen. En ze noemen dat met een mooi Frans woord om dat een beetje te verdoezelen, en het droit de seigneur. Dus eigenlijk de meester die het eerste recht had van in de middeleeuwen op de jonge meisjes, op de maagden. Nu, iedereen die van deze streek is, die weet dat die misbruiken ook hier zijn geweest. Uiteraard ook ergens anders, maar hier was het een beetje schrijnender. Dat in slechte tijden, wanneer dus weinig werk was, dat er sommige van de steenmakkersbazen dus hun werkvolk verplichten om hun meisjes tijdens de eerste dag laten s'avonds langs hun bureau te komen. En u kunt dan gemakkelijk voorstellen wat daar gebeurde. Dit beschrijft Piet van Aken op een schitterende wijze, een novelle die eigenlijk op 24 uur afspeelt. 'S Morgens begint het heel vroeg als het meisje opstaat en 's avonds eindigt het als de baas zegt, kom maar een beetje dichter. En dan de rest laten ze aan de fantasie van de lezer over. Een novelle die ze al verschillende keer hebben geprobeerd om te verfilmen. We hebben trouwens er eentje van, daar liggen, dus we spelen het ook regelmatig met een band. Maar dat kun je bijna niet overbrengen op film, want die beklemmende sfeer die Piet van Aken creëert van in het begin van de eerste bladzijde, kun je uiteraard onmogelijk overbrengen in de film. Fons gaat het vandaag proberen met kinderen. En hij heeft ook gezegd, kijk eens, ik vraag alleen, we mogen ons beoordelen naar gelang de prestatie, dat is geen probleem, maar één ding moet ik tegen de mensen zeggen, dat is het volgende, wij kunnen niet de ganse tijd staan steen maken. Want als je dat samen zou doen, steen maken en acteren, dan ga je natuurlijk ondermijden onderuit. Hè. Wat zij gaan doen is alleen maar een beetje een impressie geven. Dus ik zou zeggen mensen, uw speciale aandacht voor het optreden van Piep in de onvergetelijke novelle van Piet van Aken, Winkaart. Want geloofend ween, blijft gij toch circontent, dan zal men ons nu werken voor een halve cent. Maar het is gedaan, het is gedaan, het is gedaan. Met naar die verdomde gelagen toe gaan. Het is gedaan, het is gedaan, het is gedaan. Verdomde steenbakkersbazen allemaal. Ze werd wakker van een kou. Het was nog erg duister. Ze besefte dat het vanaf vandaag elke dag zo zou zijn. Dat ze met Nel en Va mee naar de fabriek zou gaan. De morgenkou dreef met de vertrouwde geur van mist en rivierslijk om haar heen. De nabije rivier rook altijd zo krachtig in het voorjaar.
Ze wist zich opeens bevangen door een gevoel dat ze niet thuis kon brengen. Door haar aanwezigheid hier in de ochtendschemering bij het water. Haar eenzaamheid. Het plotselinge besef dat deze tocht langs heen de mistige rivier een onherroepelijk afscheid was van het leven in het gezellige huisje. De dagdromen bij het raam, de zorg om de kleuters als een veilige bolster om haar heen. Van de vaart die dat je kunt halen. Och, ik ben in de buurt. Ik zal wel een oortje in het zeil halen. Als het van u moet hebben, het zal beter zijn dat ze op zichzelf heeft passen. Als je maar niet laat veronderen door de meeste gast. Als die achter je aan komt zitten om de rapper te werken, moet hem maar ja zeggen. En verder doen, dat is gevaarlijk. Net of daarom is dat zwart jokken achter iemand aan zit. Net of het hem kan bommen of gerap of traag werkt. Als je voor de rest maar meevalt. Is hij een kwaaier? Zwarte jokken. Een kwaaier. Hij is alleen maar een smeerlap. Het wordt tijd dat ik opstap. Dag, maat. Dag, maat. Kom straks nog wel eens kijken. Waarom zijt je altijd zo brutaal tegen va? Ach, va. Va zeurt ook altijd zo. Zolang ik me kan herinneren, heeft hem over alles en nog wat gezeurd. Nel? Ja? Wat bedoel jij daar straks? Weet wat je over de meestergast zei? Hem. Zwarte jokken. Denk daar maar niet aan, kleine. Hij is een vuile vent. Misschien had va wel gelijk. Je moet het u niet aantrekken als hem achter u aankomt zitten. Of je goed of slecht werkt, het heeft toch geen belang. Als je maar eenmaal... Nee, nul. Zij dat vroeg vandaag. Je hebt mijn zus meegebracht. Ha, dan uw kluit. Zwarte jokken zal weer een van zijn kwaad buien hebben. Zeg, hoe is het met zoor? Nog altijd hetzelfde. Wat ik met die kerel nog zal doormaken, kan geen mens weten. De goedheid zelf, hè, maar ik kan geen lege pint zien staan. Tja, begrijp soms zelf niet waarom ik me nog aan hem gelegen laat. Wat ik daar thuis al voor hem moeten horen. Maar hij is toch geen kwaaier. Hij zou geen vlieg kwaad doen. Of ze zijn er ook moeten aanhebben. Och, op ieder potje past een deksel. Ja, maar soms kloppen ze er een deksel op dat 2 maten te groot is. Och, voor u mogen ze toch gerust in alle maten komen, hè? Gij moet ook niet bang zijn, gij. Belangen niet. Toen ik mijn eerste dag klopte, gingen ze me natuurlijk keizer maken. Maar ik vertikte het om te schreeuwen. En ik dacht bij mezelf, ik ga niet hard spartelen, want dan zou ze mijn kleren nog kunnen scheuren. Maar toen ze met dat wagensmeer kwamen aanzetten, moest ik toch op mijn tanden bijten. Wie is dat was? Net of ze een kikker tegen die achterste vreven. En de zoon moest natuurlijk toen alleen van zijn kuren uithalen. In plaats van achter te blijven, kwamen naar voren. Hij zei later dat het per ongeluk was. Maar ik ken hem te goed om dat te geloven. Misschien heb je zelf wel wat teruggeduwd. Tja, dat zijn van die dingen die je meemaakt, kleine. Het beste is dat je me laat begaan. Je was het af. En je bent voor de rest van je leven gerust. Tenminste, wat dat smeer betreft. Je bent pas gerust als je in je kist kruipt. En ze mogen de mijnen net voor mijn part met 5 duimers dichtnagelen. Zeg, laten we Totti uit zijn paleis halen. Hé, Totti! Totti! Misschien is hij er niet. Hij is er altijd. Waar zal hij anders blijven? Hé, Totti! Heb je misschien gezelschap om je voeten te warmen? Kom verdomd naar beneden om je knuffelen! Wat moet je, Dave? Kun je een mens die het moeilijk heeft niet meer rust laten? Maak dat hier komt!
Wat wil je van mij? Is er geen zonde genoeg dat je de mens uit zijn rust moet halen? Dit is mijn zus, Toetie. Ze gaat vandaag voor het eerst aan de slag. Wens haar geluk, Toetie. Je bent een goeie heilige voor arme mensen. Is er geen zonde genoeg? Weer zonde voor Kreveld. De heer zal hem neerslaan om al die kleine. Een maldige zonde. Wens haar geluk, Toetie. Je mag straks langskomen voor flessen als je haar geluk wenst. En ik zal tegen het werkvolk zeggen dat ze de flessen niet stuk mogen slaan. Ik zal ze voor u bijeen halen. De heer gaat met uw kleine. Hij zal u aanrekenen bij Kreveld. Als hij die vuilaard om zijn zonde neer zal slaan. Kom aan, Toetie, dat ik je knuffel. Oh, dat vind. Toetie is een rare. Hij heeft er jaren vijf bij elkaar. Maar hij weet verduiveld goed waar de geit bij Kreveld gebonden staat. Ik vraag me soms af waarom hij zo op de baas gebeten is. Zou hij misschien liever zelf al die jonge katjes knijpen? Ah, ga duw een mond. Maar toch brengt hij uw geluk aan toe. Als u geluk wenst, haal er nooit iets uit over. En dan doe het geen pijn. Allee, ik heb er toch niks uit over gehaald. En jij toch ook niet? Nee, maar wij waren er ook niet voor gesteld, hè? Hoe staat het met haar kinderen? Ook niet. En als ze naar mij had, zal het nog wel een jaartje duren. Maar jij hebt toch ook geen pijn gehad, hè? Helemaal nee. Toen ik in de tijd bij de toetie kwam, maakte hij er meer zakken van dan nu bij de kleine. Geloof dat hij lust had om op Krevels gras te bleken. Hij was toen nog zo sukkelachtig niet. Ach, wat. Hij wordt oud. En ze hebben hem al zodanig gepest. Misschien voelt hem al helemaal niks meer. Maar toch brengt hij geluk. Waarom zijn we niet bij hem gegaan toen je begon te vrijen? Hij had u dat ongeluk kunnen besparen. Jij kunt een grote maal opzetten, gij. Omdat je een vent bent. Jij hebt het nooit nodig gehad om bij Toetie te gaan. Het is allemaal dezelfde. Als ik ooit op de keien vlieg, dan laat ik me ook voor alle vergaren besluiten. Al wil, dan zal ik mijn dochters eens bij u langsturen. En zorg keihard dat je de kleine van Paden laat komen. Voor je vader ging dat je... Hé, nieuwe! Maak wij keizer, hier werk van maken, reken maar. Zorg maar dat ik toch mijn goed doe, of zal ik met de hele ploeg afkomen en een dubbel keizer maken. En dan zal ik met veel plezier komen helpen. Hey, kom aan, allemaal aan het werk. We hebben al genoeg tijd verloren. Kom aan, vieren en weg. Naar de steenmakerstaaf liep, was Mandus reeds met zijn eerste vorm bezig. En terwijl ze haar beurt afwachtte, keek ze bewonderend toe hoe klei, vorm en zand als op eigen kracht levend rakelings langs de bewegelijke handen van de steenmaker zweefde. Ze schudde haar eigen vorm leeg, vechtend tegen het beven van haar handen toen ze het natikje gaf. Ze rende heen en weer en ze voelde zich behagelijk warm worden.
Waarom doet dat, hè? Schaptijd. Vooruit, vooruit. We maken nu keizer. Ze deed niks. Ze gaf geen kiek. Zwart ook al, verdomme, pas op. Hallo, Jokke. Nee, Jokke. Nee, zeg ik. Alsjeblieft, hè. Maak dat geweer bij je ploeg, zet gij. Weet je nog die keer dat ik mijn nagels in uw smoel zette? Nee, Jokke! Nee, zeg ik! Alsjeblieft! Nee, Jokke! Nee! Ik ben weer voorbij, kleine. Je kunt niet helemaal niet groot worden zonder het door te maken. Het was niet erg. Het was direct gedaan. Je hebt een groot mes. Ja. Je kunt er ook mee steken. Hé. Hey. Je kunt het vanzelf doen openknippen. Dan schaft je met je duim dat kniepje naar voren. Dan kan het niet meer dicht als je steekt. Het ziet er scherp uit. Ja. Je kunt er alle hout mee snijden. Dit is eik. Het zal wel een tijdje duren voor het klaar is. En zeker als je het fijn afwerkt. Wow. Ik ga er vanavond nog thuis aan voortwerken. Een meisje zou daar geen weg mee weten. Ik zou zeker af in mijn vingers snijden. Een stukje is heel wat anders dan een aardappel. Ik zou niet zo goed een aardappel kunnen schillen als jij. Ik maak een mes. Een mes? Dan zal de vorm eerder versleten zijn dan het mes als het uit eik gesneden is. Uw misdaad is erg versleten. Het is zo dun dat ik elk ogenblik midden door kan berekenen als je niet oplet. Het is een oud. En het zal wel niet van eik zijn. God weet hoe lang het gediend heeft. Je zou het beter een ander mes hebben. Ik zal aan vader vragen of hij een ander wil snijden. Ga vooruit. We gaan maar weer beginnen. Je mocht het mijn hebben. Oh, als dat is. En ik heb niet willen meedoen om uw keizer te maken. Flessen. Kom aan, kom aan. Hier tot hier, een fles voor u. Kom aan, kom aan. Heel keizer gemaakt. Kom aan, kom aan. God zal u straffen. Ze zei dat ze flessen zou hebben. Er waren geen flessen. Ze had helemaal geen flessen. Die teef. Ik heb u gelukt, jongens. En zij zei dat ze flessen zou hebben. Wil u nu straks een zaagfles geven, ze? Ze had een fles. Maar ze sloeg ze stuk terwijl ik erbij stond. Ze zei dat ik voor mijn flessen maar bij zwarte jokken moest gaan. Dat die flessen in overvloed had. Maar ik ga niet bij zwarte jokken. Hij heeft het kwalen ook. Hij schopt mij telkens als ik een flessen vraag.
En nu uw zuster is een teef. Ze kwam van bij hem. Er heeft dat kind ermee te maken. En ja. Ja, geef me nou eens flessen gaan. Jij zat ze never uit de kruik. Ik ken u. Jij zat door de duivel bezeten. Als jij flessen had, dan zat je zo ook stuk slaan. Ja, op hun kop, ja. In bed te doorlopen aan de putten. Maar als ze daar in flessen stuk slaan. Ik zal straks terugkomen. Hield de ogen neergeslagen en spande zich in om niet zijn kant uit te kijken. Het was moeilijk om niet naar de loods te gluren. Ze moest voortdurend op haar hoede zijn. Dan bemerkte ze dat ginds in de putten geen beweging meer was. En ze wist dat het noemschaft was. Ze is bijna zo groot als jij. Ze deed niks. Ik dacht dat ze mijn ogen zou schrappen. Maar ze deed helemaal niks. Het was in een weerlicht gedaan. Maar verstand komt ook niet voor de jaren. Ze zal het wel langer laten duren als ze wat ouder geworden is. Maar zeg, waarom komen jullie mij nooit eens roepen? Jullie moeten altijd alle pret alleen hebben. Als je wilt, maar een meisje komen kijken. Allee. Wil is er nu paardenvlees als er kalfjes te slachten zijn? Zelfs voor de toetie is hier nog meer vreugde te rapen. Bij hem komen ze allemaal langs. Zelfs uit de tweede hand raken wij niet verdiend. Maar ja, ik zeg altijd maar dat we tevreden moeten zijn met wat we uit Vaals beroep meegekregen hebben. Hè. We kunnen tenslotte niet allemaal even knap zijn als een zwarte jongen. Hè. En toch ben ik ook niet van de lelijke. Heeft u nou ooit meegemaakt dat Krevelt mij een van zijn kluifjes toewierp? Ik denk altijd maar dat we tevreden moeten zijn met wat we krijgen. Hè. Nooit leren van mondtaligen. Je weet dat de jokken overal opduikt. Dat hij de hele winter al achter uw vel gezeten heeft. Als we niet eens mogen lachen. Soms zouden we nog denken dat hij een toetie gelijk heeft. En dat de zwarte jokken inderdaad het kwade oog heeft. Als je ziet hoe hij zijn best doet om hem eens het leven zuur te maken. Ja, toen ik hem de eerste keer onder ogen kreeg, bezorgde hij mij al kippenvel. Reken maar dat hij meer dan dat bezorgd heeft. Ach, jong. Goeiedagen. Ja, de 30e februari. En jij moest al lang weten dat je moet oppassen als er een nieuw is. Hé. Wat is naar Wies? Laat er twee kappers in doen. Ik ga wel mee. Ik weet de weg. Het ziet er naar uit dat de Krevel zich zou moeten haasten als hij onze zus voor wil zijn.
kleine. Ik heb ze naar Wies gestuurd. In Genève. Oh, ze zal niet verloren lopen. Ze zal een aanbieder die de weg bij. Ja, zusje is mee. En, hoe is het voel? Doet haar best. Het is wat of ze al 2 jaar aan het werk is. Dan is het goed. Ik heb geen tijd om te wachten. En zeg haar dat ze geen zorgen van moet maken. Want, dat neus staat er van. Jij doet mij al zo denken. Jij met de Genève voor alle dagen. Dus zo die gereisd alles mee klaar. Opnieuw werd ik mij voor dood. Ik moest om de kapper klaarlopen. En hij dronk die leegwerk bij zijn. En voor ik wist hoe laat het was, wist hij met zijn handen geen blijf. Ja, ja. Herman dus, je kunt er weer al tegen. Ja, genoeg is even. Beginnen de dag. Dag. Waar is hier geweest? Ah? Dat wou nog het een en ander zeggen. Maar straks. Straks? Je hebt me gezegd dat je goed je best doet. Ik kan niet wachten. Ja, dat Nel straks zal meegaan. Nel? Waarom? Stommeling, Ginter. Ik denk dat het leven alleen maar draaglijk is als je een mond kunt opendoen. Maar ik kan hem anders opendoen. Zonder dat ik van de jokken op mijn donder krijg. Ik doe hem open. En een tuit van een kraak. Geen mens die me daarvoor op hun donder geeft. Lang dat uw werk maar goed gedaan is. Als ik zat word, dan moet je daar maar niet op letten. Als ik begin te schelden, dan denk je maar, stink. Je werkt goed. Alle twee. Zeg jij maar dat dat misaf is. Toen ze eenmaal goed aan de slag waren, ging de tijd vlug voorbij. Het was of Mandus de uren voor zich uitging. Ze moest rennen en vorm nemen en rennen en de steen uitschudden en weer rennen om niet op Suske achter te blijven. Het was alsof ze op een draaimolen zat en gezichten, gebaren en geluiden zag voorbij schuiven. En daartussen de zon, die groot en waterachtig, lager en lager over de loodse zakte. Je bent weer aan een borrel, hè? Maak jij een klein kaart minder om? Nee, zet een kraan, man, dus. Je moet alleen maar zorgen dat je weer niet in de verse sneeuw valt. Want dan, hè. Want dan breek ik al je botten in je lijf. Krimval, dan werk ik over tot ik het opgehouden. Nee, niet deze keer. Trouwens, hoe werkt de kleine? Geet je zelf wel? Het is net of ze nog nooit iets anders gedaan heeft. Niemand aan dood gegaan. Zorg maar dat ze niet vergeten, man, dus. Hoe groter op haar. Op de boeren komen. Als je morgen naar je buurt moet, dan loop ik wel mee. Ik weet de weg nu. Anders dan verveel ik me toch maar.
zeg. Is Jokke iets komen zeggen? Ik moet op kantoor komen. Ik moet ingeschreven worden. Ja, ingeschreven. Hoi. Ga maar eens zien. Het zal wel weer aan jou staan, Sam. Tot morgen, man, dus. Ja, tot morgen. Ik zal vanavond eens flink aan u misweken. Vooraan bedankt, het zal maar pas komen. Wel. Tot morgen. Tot morgen. Wacht, kom, laten we voortmaken. Zeg, zijt je geschrokken toen ze keizer maakte? Een beetje. Het was niet erg. Het was direct gedaan. Nu zal het langer duren. Een arme mens moet alles nemen zoals het komt. We moeten maar laten begaan. We moeten werken om te leven en heel die rotzooi hoort erbij. Begrijp je dat? Je moet nu bij Krevelt gaan. Je moet helemaal niet ingeschreven worden. Je moet bij hem gaan en hem laten doen. Het is net als wanneer ze keizer maken. Maar dit is erger. Daarom is het niet slecht dat ze u eerst keizer maken. Dan lijkt het niet zo erg meer. Het beste dat je kunt doen, is u rustig houden en laten begaan. Het heeft toch geen zin. Begrijp je dat? We hebben het allemaal meegemaakt. Vientje en ikzelf en alle andere meisjes. Ik zal meegaan en op u wachten. Misschien duurt het niet lang. Begrijp je dat? Ja. Of het nu Krevelt is of Zwarte Jokke, het komt op hetzelfde neer. Altijd dezelfde rotzooi. Jij zelf, Va en Moe en ik, we mogen allemaal aan het werk blijven. Als je Krevelt laat begaan. En dan komen die anderen. Jokken is de knappe vent. Je zou plezier met hem kunnen beleven als hij niet was wie hij is. Maar je bent afval voor dat soort lui. Kon ik mijn nagels nog één keer in die knappe smoel zetten zoals die keer. En elke avond kijken of er nog bloed van hem onder die nagels zit. Ik wil een dag voor niks werken als ik nog één keer die knappe smoel kon openrijden. Ik zou mijn handen niet wassen om het vuil zo lang mogelijk onder mijn nagels te zien zitten. Ik zou mijn handschoenen werken om geen vuil onder mijn nagels te krijgen. Om elke avond naar dat bloed te kunnen kijken. En terug te denken aan het moment dat ik mijn nagels door zijn vel liet gaan. De basta. De smerige basta. Hij weet dat hij zijn baantje kreeg omdat hij zijn bastaard is. Het is een spel meespeelt in plaats van hem zijn laars op zijn vuile smoel te zetten tot er niks meer van overblijft. De smerige, smerige bastaard. Je laat hem begaan, hoort je? Laat hem begaan. Kom, het is tijd.
mensen voordat zelfs het clarinetkwartet opnieuw gaat optreden, gaan we nu opnieuw een kwartiertje pauze geven. Dat u weer iets kunt bestellen als u daar behoefte toe hebt. Of anders moeten we maar even in het zonnetje blijven zitten om te bruinen. Hè? Maar we gaan zelfs te grond komen om de mensen die dorst hebben te laven.